Het RIVM is een campagne gestart om 14-jarigen aan te sporen zich te laten vaccineren tegen meningokokken. Felice Bakker is ambassadrice en heeft zelf op jonge leeftijd de ziekte gehad. Verslaggever Pieter Pluijgers sprak haar over de ziekte en het belang van de aankomende vaccinatiecampagne. Op dit moment is er steeds meer de meningokokken type W aanwezig. En als we niets doen, dan dreigt dat wel uit de hand te lopen tot een epidemie. Dus 14-jarigen worden opgeroepen om zich zoveel mogelijk 14-jarigen te laten inenten. Wat is dat W-type precies? Dat is een hele verraderlijke ziekte, omdat die in eerste instantie de symptomen van gewoon een griep hebben. Maar dat gaat heel snel heel erg mis. Mensen komen heel snel op de intensive care. En dat is levensbedreigend. En dat slaat vaak over in hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. U bent ambassadeur. U heeft zelf meningokokken gehad. Dat heeft gevolgen voor u gehad. Ja. Hoe heeft het bij u toegeslagen? Mijn moeder, ik was 16 maanden en mijn moeder die verschoonde mijn luier. Die zag toen plekjes in mijn vlekjes in mijn liezen. Daarmee zijn ze naar de dokter gegaan en toen bleek het heel snel mis te zijn. In mijn geval was het een bloedvergiftiging. Ze denken dat die bij mij binnen is gekomen doordat ik tandjes kreeg. En bij mij werden uiteindelijk ook mijn vingers en mijn voetjes werden helemaal zwart. Want het verkleurt doordat het afsterft, zeg maar. Omdat het hart het bloed niet goed kan rondpompen, wordt dat afgestoten. Er is nu veel te doen om die vaccinaties. Mensen die twijfelen of ze hun kind of zichzelf wel moeten laten vaccineren. Die wil ik bewust maken van het belang van vaccineren. En ik hoop op deze manier, ik heb andere mensen ook op Instagram bijvoorbeeld ben ik live geweest. Om op deze manier met verschillende media overal gehoord te worden. En daarmee hoop ik mensen aan het denken te zetten om toch te gaan voor die vaccinatie. Deel dit niet met je vrienden.nl. Daar kun je alle informatie vinden over het aantal cijfers van het aantal patiënten per jaar. Daar de stijging van. Wanneer de brieven worden verzonden. Wanneer de vaccinaties zijn. De brieven worden volgende week maandag gaan de eerste brieven eruit. In oktober en november wordt er gevaccineerd. Dat kun je allemaal vinden daar. Zoals ik en andere ambassadeurs, die praten gewoon met veel media om aandacht te geven aan dit onderwerp. En mensen te wijzen waar ze de informatie kunnen vinden.